Springruiter Robert Erens won op zondag 21 februari in Manege Heiligers in Asten met zijn paard Hisa de grote prijs van Asten. Patrick Lemme eindigde met Baudu Rouet als tweede. Pieter Kuhne haalde met Mojito de derde prijs binnen. Rob Heiligers uit Asten eindigde met zijn paard Cream on Top als zesde.